Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben net wakker. Ik had nog eventjes, toen Hana naar zijn werk ging, eventjes geslapen. Dus ik werd om 9:30 pas wakker. Want ik heb echt, als dit de vakantie slaaptekort. Ik dacht, ik blijf even liggen. Ik ging wel nu opstaan, niet nog langer liggen. Alle ramen zijn lekker open, want het was gisteren dus zo'n die hele hete dag. Maar het valt nu alweer reuze mee, dus dat is heel chill. Echt een mega verschil. Vorig jaar hadden we al die hete dagen achter elkaar. Toen moest ik bij 35 werken, weet ik nog, ging ik helemaal kapot. En nu is het gewoon één dagje geweest. Ik weet natuurlijk niet wat de rest van de zomer gaat doen. Maar ik heb weer even het Clean Glow avocado maskertje opgedaan. Niet hier, want ik heb hier die spot corrector opgedaan. Ik ben echt benieuwd. Na 2 weken zou je iets kunnen zien als het werkt. Dus dit weekend is het dan 2 weken. Ik heb een soort van keunen haarmasker die ik ooit van het PR-bureau heb gehad in mijn haar gedaan. Dan ga ik straks even lekker mijn haar wassen. En nu ga ik lekker editen. En ik heb vandaag even met Nicole afgesproken. Niet zo lang, 2 uurtjes ongeveer. Zij kon niet eerder en ik heb daarna bijles weer, die vaste bijles. En dan ga ik lekker op de fiets en dan ga ik denk ik daarna sporten. Dus dan 7 uur thuis of zo is wel laat. Ja, ik dacht daarvoor sporten vond ik gewoon niet heel chill. Dan zou ik nu moeten gaan sporten en weer terug naar huis, stel dat op de route is. Dus dan ga ik denk ik daarna eventjes sporten. En anders dacht ik, ga ik heel misschien dinsdag sporten. Want vrijdag kan ik ook niet naar de sportschool. Dus ik heb best wel een hele drukke week. Ik ga best wel veel leuke dingen doen. Anyhow, ik ga nu even lekker beginnen met editen, want dat vind ik heel chill om op de maandag te doen. En dan wil ik even mijn nagels doen. Ik wou het eerst doen, alleen ik heb net allemaal vette crèmes en zo gedaan. En dan moet je eigenlijk even een uurtje wachten. Dus ze hoefden er nog helemaal niet af, maar ik heb nieuwe kleurtjes gekregen. En ik had een nieuwe verwijderset gekregen, maar dat horen jullie later allemaal. En dat ging veel makkelijker. Dus ja, nu ga ik even lekker met een koffietje. Die ijsblokjes die ik heb gemaakt zijn heel chill. Ik wil heel graag een soort van de vibe van mijn vakantievlogs voor jullie vasthouden. Want iedereen vindt dat zo leuk. Maar ja, ik ben natuurlijk gewoon weer thuis. Ik dacht het wel leuk als ik wat vaker mijn camera ook mee naar boven neem ofzo. Dus, gisteren had ik er 2 toen we thuis kwamen. Het ziet er echt sexy uit. Dat was wel heel sterk, maar het was echt top. Dus ik ga er 1 doen. En dan moet je dus wel even wachten, want er hoeft niet nog een shot warme koffie bij. Dus ik zat te denken, eigenlijk moet ik kouwen. Oh, spierpijn. Ik ben trouwens blij dat ik vandaag arm day heb, want het is nog een beetje warm. En arm day is boven. Arm day. Upper body is boven in de sportschool. Daar heb je tenminste ramen. En leg day is echt hels beneden. Oh, nou ja, 2 apparaten, maar toch. Dus dan moet ik dat pas weer over 2 dagen. En dan is het minder heet. Dus daar ben ik blij mee. Ik ga denk ik gewoon geen leg day meer doen met die hitte beneden. Dan moet ik heel vroeg gaan of zo. I don't know. De ramen lopen zwaar te klapperen. Het waait. Dus ik ga alles heerlijk laten doorwaaien. Het is helemaal niet warm trouwens bij ons. Alleen in de slaapkamer wordt het een beetje heet als het echt 30 graden is. Maar de rest van ons huis blijft heerlijk koel. Zo blij mee. Ook door die triple plus ramen, maar gewoon sowieso. Terwijl we geen nieuwbouw hebben. In ieder geval, ik moet eigenlijk kleine ijsblokjes maken. Want die smelten veel sneller. En dan kan je bijvoorbeeld gewoon 6 kleine ijsblokjes doen. Maar de bedoeling is volgens mij dat je dit als ijsblokje doet. En dan nog echt koffie eroverheen. Maar dit is zoveel en zo sterk dat dat niet meer hoeft. Dus ik doe dit in een glas met melk. En dan wacht ik even en dan ga ik lekker editen. En dan zie ik jullie later. En we gaan denk ik lekker weer bij Barista. Oh my god, zoveel terrasjes. Dat vinden jullie volgens mij ook heel leuk om te zien. Dus dat deel ik ook heel graag met jullie. En dat deel ik trouwens steeds ook op mijn Instagram. Dus waarschijnlijk volgen we meestal wel. Maar volg me daar vooral. Met zo'n fancy whisky glas. Ik vind het wel mooie formaat blokjes. Hier kan je echt mooie, ook met bloemetjes of fruit of zo van maken. Wij hebben trouwens, ik weet niet of jullie dat weten, maar ik heb dus een hele grote blender en Maggi mix van alles. Maar deze blender van de Action gebruiken wij dus altijd. En die hadden we Sinterklaas of kerst of zo. Maar hij begon nu te lekken. Maar goed, dit ding kost al 50. En hij is heel klein. En wij kunnen dus alles wat we willen. Ik maak dus altijd mijn shakey erin. Heel maakt altijd shakies. Bonusdochter maakt smoothie. Gewoon dit ding wordt echt heel vaak gebruikt. Ik heb hem dus even opnieuw gekocht in het zwart. Dit is dus de nieuwe. Eerst hadden we een witte. Maar ik wou even zeggen dat dit een tip is. Hij is echt heel goed. Ja, misschien niet de allermoeilijkste dingen. Maar gewoon basic smoothies en zo gaat heel goed. En hier stond dus eerst wit. Hij is natuurlijk niet heel mooi. Oh, wat een herrie met die ramen open. Maar nu staat er zwart en dat blendt heel veel mooier in. Dus dit is een action tip. Als je ook gewoon een klein blendertje wil. Ideaal, je maakt hem lekker makkelijk schoon. Dus die grote blender staat nu hier in de kast. Ik weet niet wat ik daarmee moet. Maar ja, deze is echt handig. Dus lekker opnieuw gekocht. Dit ziet er toch ook wel echt cool uit. Volgens mij smelt koffie iets sneller dan matcha, heb ik het idee. Nee, of het is wat meer solid. Die matcha die zakt heel erg naar de bodem. Nou, dit wordt straks lekker sterk. Je kan al een klein beetje ervan drinken natuurlijk. Maar ja, dan heb je op het einde heel veel sterke koffie. Nou, ik vind het wel handig. Je hoeft ook geen koffie te zetten. Dus eigenlijk heel simpel. Alleen even wachten. Mijn hele vlog is klaar. Zo chill. Ik moet alleen nog even wachten op Nextory. Want eigenlijk moest dat in de vorige vlog. Maar ze hadden nog niet de goedkeuring gestuurd. Dus dat moet dan zeg maar in deze vlog verwerken. Dus dat moet ik dan nog inplakken. Maar verder is hij klaar. Heel chill wel hoor. Lekker hele ochtend gewerkt. Nu wacht ik even tot Nicole stuurt dat ze gaat. Dan ga ik ook. Ik heb weer hetzelfde jurkje als gisteren aan. Ik voel me mega opgeblazen vandaag.
Ook wel logisch dat ik aan het editen ben en terugkijk wat we allemaal voor lekkere dingen hebben gegeten. Dus ik had echt geen zin in een kort broekje. En het is ook heel raar weer, dus lange jurk is al goed. Misschien is het te fris zonder mouwen, maar we gaan het zien. Ik kan me niet voorstellen dat het koud is. Het waait gewoon heel erg. Ik denk omdat Nederland altijd helemaal in shock is als hij een dagje mooi weer heeft gehad. Maar ik zie er eigenlijk gewoon precies hetzelfde uit als gisteren. En ik ga denk ik even de vaatwasser uitruimen nu. Ik dacht ik heb geen tijd, maar Nicole is toch nog bij haar afspraak. Dus dan heb ik dat ook weer gedaan. En dan ga ik. Reality. Zit ik dus nu op de wc met echt dodelijke buikpijn. Ik heb al niet gegeten. Dus het moest van gisteren zijn of zo. Maar ben ik juist op tijd voor Nicole. En nu ben ik dus al 10 minuten op de wc. En nu, we hebben dus al heel kort om te lunchen. En dan kan ik nu dus niet weg. Dus ik zit nu op de pot, dan weet u dat. Met dodelijke buikpijn. Ik heb dit nooit meer. Ik snap er geen reet van hoe dit kan. Ja, misschien door al dat eten gisteren of zo. Die gefrituurde courgette dingen. Ik wil heel even in mijn vlog even vertellen dat ik je er zo voor die uit ziet zien. Kijk hoe leuk Nicole eruit ziet. Dit lijkt echt zo'n bitchface. Ze heeft helemaal sproetjes, blond haar, leuk outfitje. En we hebben dus allebei een blue butterfly met kokos. Ik ben blij dat jij het nog weet, want ik wist het niet meer. Vorige keer vonden we het heerlijk. Oh, nu kunnen we niet zo vloggen naast elkaar. Dat vond ik zo leuk vorige keer. Nu kan ik niet meer uit jouw gaatje drinken. Oh ja, dat was het. Akkoord. Het is echt zo dat je zeg maar het licht, dat je alleen zo hier, alsof je zo mega wil hebben, dat ik dat helemaal niet heb. Heb jij het zonde om dan dit te roeren? Ja, dat doe ik echt niet. Dat is echt idioten. Nicole en ik zitten dus één dag tegelijk in Italië, soort van. Nou, ik zit niet. Nee, in... ik denk dat we langer. Nee, want jij hebt alles al uitgestippeld en ik heb het allemaal opgeschreven. Oh, zon. Wanneer ben jij daar? Ik ben daar de hele tijd. Ja, ik ook. Maar jij bent pas de 20ste of zo. Daar. Waarom zit ik? Ik heb het al in mijn agenda gezet. Welk jaar is het? 2023. Ja. Ik heb het al erop geschreven wanneer jij er bent. Jij bent Nicole in Stresa, woensdag 19 juli. En wij gaan 20 juli weg. Oh. Dus het is onze laatste dag. Oh. Dus dat is, kan net lastig worden. Als je er nou één dag eerder was, maar je hebt het al geboekt. Heerlijk, heerlijk. Ja. Ja, het is lekker. Ik ga even een story van jou maken. Maar ik moet eigenlijk eerst even kijken wat ik wil eten. Alles gaat wel op elkaar. Kijk, dit is nou dus leuk. Ik heb de hele dag gewerkt en ik heb straks bijles. Maar dan ga ik even lekker anderhalf uur met Nicole hier zitten. Dat is wel echt een voordeel aan dicht bij elkaar wonen, zeg. Ja. Wow. Dat je gewoon even kan afspreken. Ja, heerlijk. Wow. Cheers. Cheers. Bij jou vind ik het ook nu niet mooi om die tweede filter te doen die ik altijd doe. Weet je wel? Cruisecot. Nee, wat? Hoe heet die? Gewoon Paris. Weet je wel, dat je naar rechts swipet dat alles wat blurrier wordt? Dat ken je toch wel? Op story. Zo. Wordt alles wat egaler. Maar dat vind ik nu dus niet mooi, want ik vind het nu juist dus mooi hoe je huid is. Oh, ik ben het ook allemaal aan het vloggen. Dat heb ik dus altijd. Ja, vind ik echt een lastige. We hebben dit erbij besteld, want dit krijg je er niet meer bij. Yummy. Nog een latte, dit is matcha, net als ik butterfly. En Nicole heeft chai. Jij? Met vanille. Ja. Wat ben jij aan het doen? Ik ben een foto aan het zoeken. En toen we op vakantie waren, een heel bijzonder verhaal. Had ik nou net in de vlog gezegd dat wij tegelijkertijd daar zitten? Of niet? Weet ik niet. Oh. Op de laatste dag van onze vakantie zit Nicole zeg maar echt op anderhalf uur afstand van ons. Maar dat, we gaan elkaar dus of wel kunnen zien of net niet. Ligt eraan hoe laat je weggaat. De dag erna gaan we om 10 uur weg of zo. Denk ik. Ik er bijna bij. Oké. Okay. Dit was echt zo lekker eten en zo gezellig en zo perfect. Nu over 12 minuten beginnen we bijles. Lekker met fietsen door. Daarna richting huis fiets ik weer langs mijn gym. Alles lekker op de route, daar hou ik van. Ik zei al, dit kunnen we echt wel vaker doen op de maandag. Heerlijk, lekker even lunchen, maar dan dat we iets langer hebben. Dit was net te kort. Nou, eigenlijk gewoon goed, maar liever had nog wat langer. En dan nu sportspullen bij me. Schriftje voor de bijles bij me. Helemaal toppie. Het is vrij fris, wel zonder jasje, maar het is te doen. Lekker zonnetje. Hey, mijn beeld is vies. De bijles was heel leuk, ze had rekenhuiswerk mee. Wat ze eigenlijk heel goed kon, maar ouders wilden graag dat ik daarmee ging helpen. Dus ja, prima, weet je wel. Ik doe natuurlijk wat ik zelf vind, maar ook wat zij willen. Dus daar waren we best wel lang mee bezig. Het was heel veel, dus ik snap wel dat ze het fijn vinden dat het dan af is. Ik denk alleen van ja, als je zeg maar een premium, of noem je dat, dat hoogste niveau docent inhuurt. Ik heb heel erg iets van gebruik mijn kwaliteiten, zeg maar. Dat ik dus ook echt bijles kan geven, echt les kan geven. Maar want dit denk ik kan ook een goedkoper iemand zou ook met huiswerk kunnen helpen. Maar ja, ik vond het wel heel leuk om te doen. En we hebben daarna nog een heel leuk boek gelezen.
Iets met 121 dingen die je moet weten voor je 13 wordt of zo. Superleuk boek. En nog een beetje gepraat en een beetje geschreven, maar vooral echt gerekend. En nu heb ik echt geen zin om te sporten. Maar ik ga wel. Ik heb gelukkig wel lekker gesport. Nu ben ik bijna hangry. Ik heb alleen met Nicole gegeten. En hij heeft gekookt. En ik heb nog even komkommersalade erbij gemaakt. En we gaan nu heerlijk eten. Gelukkig. Ken je dat als je zo net op tijd eet, omdat je anders echt heel hangry wordt? Dat heb ik nu. Lekker. En het is ook echt nog best wel warm. Terwijl het, ja, het is op ons terras natuurlijk gewoon heel warm. Terwijl het buiten helemaal niet warm is. Maar ik moet zeggen dat het nu warmer is dan vanmiddag, omdat het minder hard waait. Ik vond het na de sportschool ook warmer dan terwijl het 6:30 is. Warmer dan vanmiddag om 3:00. We hebben lekker spitskool. Oh ja, ik had een spitskool gekocht. Jij doet normaal normale kool. Maar ik had spitskool. Garnalen. Dit is ziek lekker. T-bone steak. En hier heb ik de dressing van vorige week. Die ik had laten zien over die komkommers gegoten. Met zwarte en lichte sesam. Good morning. Ik ga iets proberen. Aloe vera sap. En dat schijnt dus echt te werken tegen... Ik heb er niet heel veel last meer van, maar... Opgeblazen buik, of zeg maar de buik waar je 's ochtends mee wakker wordt. Nou, ik moet zeggen, vandaag word ik ook met opgeblazen buik wakker. Maar dat komt ook omdat ik gisteren geetkaas heb gegeten en zo. Ik zag het op TikTok, maar het was niet gesponsord. Dus ze zei van, het smaakt een beetje naar citroensap. En het is dan, zij zei, ik kan heel goed naar de wc en mijn buik is niet meer opgeblazen. Dus het lijkt me sterk als je nergens last meer van hebt, maar ik vond het wel interessant. Ik weet even niet hoeveel je moet nemen. Een shotje. Voor de gezondheid van de huid, spijsvertering en natuurlijke weerstand. Dus ik vond het wel interessant. Het was 1 plus 1, zoals heel fijn. Ik doe gewoon echt heel weinig dan. Oh, dat smaakt letterlijk naar citroenwater. Grappig. Zou dit genoeg zijn? Ik weet het niet. Als het iets is, dan horen jullie het wel anders. Jullie niet horen, het zal niet boeiend zijn, maar het is sowieso gezond. Ik heb lekker een ijsblokje met melk in de glas gedaan en nu ga ik mijn nagels doen. Ik heb allemaal nieuwe kleurtjes gekregen, maar dat gaan jullie allemaal later nog horen. Stel vooral je vragen trouwens, die je wil weten. Want dat ga ik allemaal later beantwoorden over doen nails. Ja, ik ga nu mijn nagels doen. Ik heb er zoveel zin in dat ik dus serieus om 8:30 ben opgestaan om nagels te doen. Ik heb dus voor niks mijn nagels eraf gehaald. Het gaat trouwens echt heel veel makkelijker met een nieuwe kit. Maar dat ga ik later vertellen. Maar ik heb waarschijnlijk mijn base coat en activator in Zwitserland laten liggen. Want ik kan het nergens vinden. Dus ik heb alles. Ik heb 1000 dingen behalve dat. Dus heb ik het voor niks afgehaald, want ik had het echt nog 1,5 week kunnen laten zitten. Super stom. En ik ben weer voor het eerst sinds, ik denk een maand of zo, mijn tomatensoep aanmaken. En mocht je het recept willen, daar heb ik een vlog. In die vlog staat volgens mij als titel soeprecept of recepten delen. 2 maanden terug of zo. Maar dit is dus mijn go-to tomatensoep. Die ga ik vast lekker maken voor vanavond. Ik heb best wel een rustige dag ineens vandaag. Ik heb er even koffievoorraad gemaakt voor de vriezer. Ik had nog 2 blokken. Die heb ik even uitgehaald, losgelegd. Maar ik heb dus dan iets van 5 koffieprutjes. Dit keer met de kokosolie. Deze olie, ik weet niet meer waar ik die heb gekocht, maar die heeft dus wel een geur. Dus voor koken is dat wel lekker als je eentje zonder geur hebt of smaak. Maar deze is eigenlijk echt heerlijk voor verzorging. En normaal doe ik dus olijfolie, maar eigenlijk is kokosolie nog veel prettiger. Dus ik doe nu kokos en hij ruikt dus nu ook naar koffie met kokos. En ik gebruik het potje van de kaneelbroodjes, waar dat spul in zat. Even de deksel zoeken, maar ik had hem gewoon in de vaatwasser gedaan. Dan heb je een superleuk potje met scrub, oh my god. En als je helemaal leuk wil doen, kun je er nog een leuk labeltje op plakken. Maar koffiescrub is serieus best wel, al best wel lang zie ik het echt, nou ja, in de Action altijd, maar ook in de drogist, best wel prijzig. En nooit echt, er zit altijd heel veel zooi in, dus... Dit is zeker een moeite waard om zelf te maken. Ik doe het dus al heel lang. Soms vergeet ik het weer een jaar. I love it. Er ging wel flink wat olie in, want die koffie is natuurlijk onwijs droog. Dus ik heb echt veel olie nodig gehad om er lekker een scrubje van te maken. Maar dit is heerlijk, joh. Ja, ik vind het dus echt heel lekker voor mijn gezicht, maar het is ook eigenlijk te grof. Het is wel heel lekker, want heel af en toe, als je niet daar scrubt, is het wel heel lekker voor je gezicht. Even, ik denk dat je dat echt maar 1 keer per maand moet doen. Of nooit, geen idee. Maar anders voor je lichaam. Ook heel lekker in de zomer. Nou, ook nog eens een gouden dekseltje. Hoe cute. Echt koffiescrub. Lekker in de douche zetten. Helemaal. Oh, best een leuke tip, denk ik eigenlijk. Ik heb hem lekker laten doorkoken, gepureerd. Basilicum erbij.
En ik heb expres hem nog even wat dikker gelaten, want ik ga een deel apart houden voor morgen, zodat ik dat kan gebruiken als tomatensaus. En dan doe ik er nog wat water bij en dan hebben we soep. Dus dan kan je er twee keer van eten. Hier heb ik dan wat saus, die laat ik afkoelen, zet ik in de koelkast. Ik kan morgen lekker gehakt bij een uitje en pasta. Grote pan meteen in de vaatwasser en dan is hier de soep. En daar doe ik even een deksel op. En er gaan dan nog balletjes in en dan eten we er sla en brood bij ofzo. Nou, ik hoef geen brood, maar het zit lekker vast klaar. Chill toch? Oh, ik was net te laat met vlog. Ik moest niezen terwijl ik net een laag mascara op heb gedaan. En ik heb geen één vlekje. Kennen jullie dat? Dat je echt zo... Ik wou zeggen, ik heb net echt in anderhalf minuut mijn make-up al gedaan. Dat ik even boodschappen ga doen bij de Lidl. En ik heb niet heel lang, want over een uur moet ik over thuis zijn voor een bonusochtend. Maar ik wou zeggen dat ik mijn spullen wel heb gevonden van mijn nagels. Dus ik kan ze vanavond doen. Ze zaten... Ik vind het trouwens een pantershirtje met dat hele blonde haar niet helemaal mijn ding. Maar oké. Het is net te koud voor mouwlozen. Ik had wel een kort broekje aan, maar het is een beetje koud buiten. Volgens mij als je met blote armen gaat, is het een beetje raar weer. Maar het zat dus tussen de was, dat etiketje met die spullen erin. Tussen de schone was. Dus jee. En ik ga nu die doen. Oeh. Beste klant. Nog kleinere. Die ga ik ook een keer proberen. Wow. Ten eerste, waarom zie ik er zo verrot en moe uit? Want ik ben helemaal niet zo moe. Ten tweede, ik ga nooit meer vlog op de fiets. Oh, ik ben helemaal aan het shaken. Er reed dus een politie achter me. Maar ik wist niet dat ze tegen mij hadden. Ze praten door zo'n speaker van... Blijkbaar zei ze, mevrouw wil even afstappen. Maar ik hoorde het helemaal niet, joh. Dus we fietsen ze naast me. Maar ik vlogde natuurlijk echt een paar seconden. Dus ik schrik me helemaal dood. Zegt hij, wil je voort me even afstappen? Als je op je telefoon zit, ik zeg, oh ja, pak even mijn camera. Ja, dat is ook elektronisch. Dat mag ook niet. Ik zeg, oh, oké. Okay. En toen kreeg ik geen boete, maar... Ik was een beetje vergeten dat dit ook niet mag. Maar ik ben helemaal aan het trillen. Omdat ik dit soort dingen echt niet leuk vind. Omdat je zeg maar niet expres de wet overtreedt of zo, maar je doet het wel. En nu ben ik helemaal in shock. Tot geen één seconde, maar ik ben helemaal... Ja, ik heb nog nooit gehad dat de politie me staande houdt met de auto. Waarschijnlijk hebben ze ook niks te doen, maar ik vond het wel heel aardig dat ik geen boete kreeg. Nu ga ik nog even naar de Jumbo, want niet alles past in die zware tas. Dus een paar basic dingetjes ga ik nog voor daar halen. Very nice, gezonde boodschappen heb ik gedaan. Heerlijk. Het is ook lekker netjes hier. Ik zal even alles uitpakken en aan jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Deze kwark haal ik dus bij de Jumbo, omdat het dichtbij is. En het scheelt best wel geld met Arla. Maar hij is er echt al 100 keer niet meer. En al die medewerkers bij deze Jumbo zijn echt 14 of zo. Dus ze zeggen dan, als het er niet is, is het er niet. En dan zeg ik, ja maar... Het is er elke keer, dus het klopt niet. Is het uit assortiment of zo? Nou, dat ik eindelijk een jongen die het helemaal voor me ging uitzoeken, bleek dat het hele kaartje weg was, waardoor het niet gevuld werd. Terwijl het dus de hele tijd gewoon achter stond. En het wordt dus al een maand niet in de schappen gezet. Nou, eindelijk, ik zei eindelijk iemand die wel helpt. Op een aardige manier. Ja? Je hebt helemaal geen trekhaak, ook achter. Oh nee, ik zie het. Dus zo'n box kan helemaal niet. Nee. Kijk, tegenwoordig ga ik gewoon meloen al helemaal preppen en snijden. En dan eten we er wat van af. En dan doe ik een deksel erop. En dan heb je gewoon lekker een voorraadje. Deze hebben we vorige week gekocht. En die is echt zo lekker nu. Niet helemaal. Kijk, dit is soep. Butter. Wat dus heel lekker is om te doen. Is dit. Oh, nu werkt het niet. Zo. Het is weer tijd voor lunch zonder liefde. Hele lekkere avocado wel. En flinterdunne kip. En dit ga ik gewoon zo samen eten. Geen zin om moeilijk te doen. Ik ben letterlijk naar de sportschool gestrompeld. Naar eigen fiets, maar ik strompel echt sportschool binnen. Ik ben moe. Het kan ook door die mega weerswisselingen komen. Ik weet het niet. Ik heb... Eindelijk weer wat slaap erbij, dus ik heb vannacht 9,5 uur geslapen, gisteren 8,5. En daar heb ik de weken daarvoor echt zitten 6 uur en zo. Maar ik heb nu ook weer een lange broek aangetrokken, want het is niet heel warm, maar het is eigenlijk nog steeds bloedheet hier. Maar het traint veel chiller met een lange broek, dus het is voor het eerst zullen dat ik weer een lange broek heb. Het is al 3:30 en ik heb niks gedaan vandaag. Letterlijk niks. Geen water was er nog niet het eten voorbereid. Niet gewerkt aan TikTok, niet aan YouTube, niet gestudeerd, niks. Niet eens lekker een film gekeken of zo. Ja. En ik heb morgen nog geaccepteerd.
dat ik vandaag niks ging doen. En ik dacht, ik ga niet sporten, maar ik wou toch sporten, want ik werd er helemaal moe van thuis zitten. Ik heb eindelijk het gedurfd. Als ik iets echt wil durf ik het wel, maar ik had steeds geen zin om te vragen hoe die liggende legpress werkt. Want die ziet er altijd chiller uit en elke fit girl doet die. Dus ik heb hem eindelijk gedaan. Je moet dus zeg maar gewoon je benen omhoog duwen en dan die hendel die kant op duwen. En als je weg wil, die kant op. Maar ik deed hem, dus het lukte. Toen wou ik stoppen en toen kreeg ik hem niet terug. Want je moet blijkbaar heel hard trekken. Dus ik echt zo aan die mensen weer. Ik zo, hoe krijg ik het terug? Toen zei ik, wow, als je hier eentje zit, is het super eng. Zei ze, wow, jij moet echt weten hoe het moet. Maar ik heb hem uiteindelijk op 60 kilo gedaan. En dus die naar achter trap oefening, want die doe ik normaal boven zitten. Maar die heb ik ook liggend gedaan. Ik heb de hele tijd die oefeningen, die apparaten beter bij beneden of zo. Dus zwaarste gehad en dan nu naar boven. Dus het gaat wel lekker. Oké, ik was vandaag echt niks waard, maar mijn training ging super goed. Dus ben je ook heel verrot, ga gewoon naar de gym, want het gaat heus wel goed. Ik probeer dus minder naar de stad te gaan om niet meer zoveel geld uit te geven. Maar ik had het gevoel dat ik heel erg naar de stad wilde. Ik zag deze bij de Xenos. Dus dat vind ik echt leuk. Overigens alleen naar de Xenos. We hebben als een setje, maar dit vind ik er zo leuk uitzien dat het je gemotiveerd om lekker te gaan spelen. Dus ik wil dit. Ik had een enorme craving naar iets zoets, dus ik heb dit gekocht wat ik vroeger zo lekker vond. Maar dat is dit zoet, godverdamme. Ik vind het echt smerig. Ik vind het echt niet lekker zo zoet. Maar wat ik wel even kan proeven is dit. Het was maar 1 euro. Het is nog houdbaar tot augustus. Meestal is het daarom volgens mij goedkoop bij de Xenos. Maar normaal staat het erin met dadels. Maar dit is met gewelde zure kers. Hazelnoot, kokos, appelsap, concentraat en heel veel dadels. Maar dit is wel een gezond gym snackie. Ik zag wel weer dingen voor TikTok, maar ik zag niet echt nieuwe dingen. En ik heb thuis nog iets van 30 producten liggen voor TikTok. En ik maak nu helemaal geen TikToks op dit moment. Dus dat is gewoon een beetje zonde. Ik moet ook gewoon af en toe iets in de vlog. Als iemand die nu langs loopt denkt, wat is hij aan het doen? Nou ja, het smaakt gewoon altijd al die dingen. Maar voor 1 euro, al deze ballen, wel goedkoop. En niet heel zoet. Een beetje zuurder de kerst, wel lekker. Hoe, back home. Eerlijk, ik ben nog net zo moe als net. Ik ben echt... Collega kan niet. Ik zou... ik wou zeggen, ik ben op net zo moe als net. Ik ben helemaal sweaty, ik ben helemaal kapot. Maar mijn training ging er niet minder goed door. Ja, ik denk, ik ga dit maar in mijn vlog zeggen. Heb ik nog iets te melden. Dat ik dus ook een leuke vakantie blij en zo. Maar ook nu gewoon weer ineens even heel moe ben. Wel gaan trainen. En ondanks dat ik net zo moe ben, voel ik me wel iets lekkerder, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus gewoon doen. Ik heb deze dus gekocht voor 5 euro. We hebben al zo'n setje. Maar ik vind hem zo leuk dat ik hem wilde. En nog een pot. Ik heb allemaal van die glazen potten toch. Maar ik vond het ook wel leuk voor iets minder moois om dan zo'n pot te kopen. Deze denk ik wel leuk voor een TikTok. Zoete aardappel chipjes die er heerlijk uitzien. Dit dus. 2 van deze. En ja, ik had niks nodig. En ik ben echt goed bezig met iets minder kopen. Maar ik dacht, soms als je op zo'n moe dag, dan vind ik het gewoon heerlijk om even iets te kopen. Even naar de winkel. Ja, het zal wel een kant de verslaving noemen. I don't know, maar boeiend. Deze was zo lekker. Op TikTok gaf ik hem volgens mij, zei ik dat hij lekker was. Maar uiteindelijk vond ik hem dus echt heerlijk. En ik zag hem nooit meer. Dus ik heb er nu 3 gekocht, want ze zijn best snel houdbaar. En iedereen vindt deze dus super lekker. Het zijn echt van die krokante toastjes, weet je wel. Mij kent iedereen deze wel. Die hele vette gefrituurde broodtoastjes. Maar met truffel smaak. En ik heb trouwens wel echt het gevoel dat ik iets onder de leden heb of zo. Ik ben helemaal zo sweaty, weet je wel. Maar het sporten voelde goed. Dit is echt de meest onzin ooit. En dit is gewoon 93 gram suiker. Maar ik vond het zo leuk, want het is roze. Het is maar naar marshmallow. Dus ik dacht, ook van mijn bodemdochter vond ik het leuk. En die maakt altijd van die smoothies en dingen. Hoe leuk als je een schepje hiervan toevoegt, ja. Of om zelf ijs te maken of wat dan ook. Ik heb natuurlijk niet veel toe te voegen. Ik vond het leuk om te proberen. En vanmorgen naar school doe ik dit viskoekje. Want die hadden we een keer bij de Yamin gekocht. In chocolade was die ziek duur. En hier was die 2 euro. En ik dacht, dat was een leuke surprise.
En ik had die ballen ook nog met in plaats van kers abrikoos. Dat is wel echt cheap voor een euro. Dit heb ik voor H. Die haalt bij de Action altijd die sesamkoekjes. Maar deze zwarte sesamkoekjes zijn nog lekkerder. En dit vond ik ook grappig voor een TikTok. Want het zijn van die hele zoute, volgens mij, ingedroogde olijven. Ik ben nooit heel erg fan van, maar soms, bijvoorbeeld tijdens een autorit of zo, en je hebt even zin in iets zouts op het strand, vond ik het wel leuk. En dat heeft dus ook lavendel en kruiden erbij. En dit is de truffelsausje waar ik het laatst over had. Die ik door dat best wel ongezonde tortellini gerecht had gedaan. Ik dacht dat die van de Kringles was, maar dat was dus ook zo. Heerlijk, daar kunnen we nog een keer zoiets mee maken. En echt mijn fave, al heel lang niet gegeten, maar dit vond ik vroeger zo lekker. Dolmades. Dolma's, wijnbladeren met rijst. Ik eet nog steeds bijna geen koolhydraten overigens hoor, maar... Ik heb natuurlijk geen bijlessen nu of zo hier, dus ik laat het gewoon even allemaal lekker hier liggen. Ik heb even geen zin om het een plekje te geven. Behalve de dingen die naar boven moeten. En dan ga ik nu weer een soort van melanzana, maar dan met courgettes, dus een soort groentelasagne weer maken. Ik laat het eigenlijk al een beetje af hebben voor ze thuis komen. Ze komen al bijna thuis, maar boeiend. Als we om 7 uur eten is het ook toppie. Can't always be a great wifey. Gotta live life. La la la. Ik vind het gewoon zo irritant om te zijn. Niet normaal. Alright, even een koude douche genomen. En ik ga even een ijskoffie maken. Als in, ik pak een blokje uit de koelkast. Doe er melk bij en klaar. En ik ga niet mijn courgette en zo bakken, want daar heb ik allemaal geen zin in. Dus dit is de saus van gisteren. Helemaal nice. Dit is gehakt uit de vriezer. Dit ga ik bakken met ui. En doe ik er nog knoflook bij. 1 ui. Roerbakken. Saus erbij. En is de saus klaar. En dan ga ik de bodem insmeren met saus. Mocht ik niet genoeg saus hebben, hebben we ook nog soep over van gisteren. Plakken van dit. Ik dacht voor hun is het wel leuk als er wat pasta in zit. En ik kan op zich, als ik heb gesport, vind ik het ook wel prima om een beetje koolhydraten te hebben. Dus dan doe ik geen lasagne vellen, maar dit. Vond ik vet leuk. Ertussen. En ertussen ook wat kaas. En dan aftop met mozzarella. En waarom staat deze bol? Ik hou er dus heel erg van om geen recept te volgen. Dat vind ik het allerleukst. Hij staat bol, maar hij is nog heel lang houdbaar. Nou ja, een paar dagen. Week. En deze pesto van een paar dagen geleden hebben we nog. Ga ik die denk ik ook op de bovenkant smeren. Want ze houden best wel van pesto. Op de mozza. Dus let's go. Vandaag heb ik de vaatwasbeurs niet gedaan. Was echt te moe. Ga ik dat eerst doen? Ja, dat is wel veel chiller koken. Nee, ik doe dat wel als het in de oven zit. Ja. Misschien wordt het veel minder lekker omdat het dus niet van tevoren gegrild is. But whatever. En vorige keer vond ik hem ook best wel vettig. Dus dat scheelt dan wel weer als je het niet bakt. Oké, ik heb op de onderkant een restje soep van gisteren gedaan. Toen een laag courgette. Nu een laag pasta. En hier gaat dan de saus op, maar die moet ik nog even maken. Niets lekkerder dan vers gemaakte saus. Ik heb die soep nog nooit als saus gebruikt trouwens. Maar mijn schoonmoeder zei laatst, als ik hier recept maak, gebruik ik het helft dus als saus. Toen dacht ik, oh my god, zo slim. Ik kan het ook gewoon invriezen. Er zit nog een verdwaald tomaatje. Dit is echt mega lekker, zeg. Wow. Saus, dan is aubergine. Ik hoopte dat ik 3 lagen saus kon, maar zoals altijd is het er net te weinig. Dus dat worden 2 lagen saus. Dus ik ga even kijken hoe ik dat dan ga doen. Als je dus niet genoeg saus hebt, dan wordt het dus niet gaar genoeg. Dat is een beetje het probleem. Ik doe nu... kaas. Geen idee. Denk ik niet heel veel uit. Ik heb nog een laag pasta gedaan en nu nog dit, want ik moet op en dan saus. En dan moet het denk ik echt een uur in de oven om het gaar te laten worden. Alright, het is net misschien te weinig, maar er zit heel veel saus in. Dus als het goed is, gaat het dan ook een beetje vanuit onder de hitte afgeven. En dan nu dit erbij. Nou, het ziet er in ieder geval echt mega lekker uit. Ik ben heel benieuwd. Zie je, er zit super veel vocht aan de onderkant, dus dat komt wel goed. Oh my god, hij moet minder heet. Maar het ziet er heerlijk uit. En ik ga even een kers proeven. Want ik dacht dat we nog groter moesten worden. Maar blijkbaar zijn het kleine kersen. En ik zie nu inderdaad rode. En echt een paarse. Dus deze is 100% rijp. Dus ik ga hem plukken. En voor jullie proeven. Mmm. Heel zuur. Als ik die pit hier nu plant, krijgen we dan een nieuwe boom. Ik ga het gewoon proberen. Best wel zuur. Maar volgens mij worden ze echt niet groter, want er wordt er geen één groter. Wel echt een kers. Oh, die ga ik op tafel neerleggen. Ik pluk ze gewoon zo. Ik zou er ook eentje kunnen proeven die ook rijp zijn. En ik eet ongeveer elke dag 2 framboosjes of zo. Die leg ik ook op tafel neer. Voor hun. Cute. Kijk dit. Ik heb hem nog niet geproefd, maar ik ga die even in deze pot.
En ik heb de pitjes hierin. Oh, het ziet er echt lekker uit. Hij heeft denk ik 3 kwartier in de oven gezeten. Een beetje op verschillende standen eigenlijk. Oeh, lekker. Mijn stuk is echt niet mooi, maar kijk, alsnog ziet het er mega lekker uit, zeg. Het was echt 100% 10 out of 10. Zo lekker heeft ze aan te werken. Een beetje zout erop, want dat had ik er alleen in de soep had zat bouillon, maar verder geen zout. Het is echt heerlijk. Kijk hoeveel we hiervan hebben gegeten, niet normaal. Het was zo onwijs lekker. Bizar. Gewoon, ja, ik zou niks weglaten. Perfect. Ja, die kaas in het midden had van mij niet per se gehoeven, maar was wel lekker. Echt wel lekker. En het lijkt een beetje ongezond, maar eigenlijk is het ook best wel gezond. Alles is zelf gemaakt. Ja, de pesto natuurlijk niet. Maar heel veel verse ingrediënten, veel groenten. Echt bueno. Oei, kijk. Minis. Cute. Ja. Zo, we hebben lekker aardbeien, watermeloen, komkommetjes, tomaatjes, snoep, paprikaatje, hier ook. En dan zo'n prikkertje erbij. En dan past het net. Oh ja, nog een framboosje uit de tuin verstoppen hier. Zo. Tadaa. Het is echt een ideaal bakje, want hij is ook net. Kijk als het goed is. Ja, het is iets hoger, zie je. Dan zit hij gewoon goed dicht. Hier nog allemaal kleine snackies en dan... Morgen brood erbij. Oh, is het nieuwe seizoen van Black Mirror? Is echt niet wat je gewend bent van Black Mirror. We zijn nu bij aflevering 3. En die is wel een beetje Black Mirror-achtig. Waarschijnlijk dat 4 en 5 weer helemaal niet Black Mirror-achtig zijn. Dus ze hebben iets veranderd. Super jammer. Als je nog nooit Black Mirror hebt gekeken, ga het echt kijken nog op het begin. Want dat is geweldig. Maar het laatste seizoen is niet echt geweldig of zo. Oké, mijn matcha uit Duits. Ja, jij bent stout. Vechten met de andere buurkat 2 keer. Ja. Heel stout, poesie. Bij andere matcha van Duitsland is op. Maar dit is dus de matcha die ik niet zo lekker vind. Kijk deze die ik van Nicole heb gekregen. Oh my god. Blijkbaar is het helemaal op een matcha site besteld. Maar moet je kijken, wat een kleur. Oh, wat geweldig. Oh my god. Dit is volgens mij echt ziek lekkere matcha. Dat vind ik precies. Het moet echt niet te veel. 100% organic matcha. 1 gram. Zou dit 1 gram zijn? Ik denk meer dan 1 gram. Hoeveel gram is dit potje? 30 gram. Ik denk te veel, maar ik hou sowieso van sterkere porties. Maar ik weet niet waarom deze matcha zo donker is en minder lekker. Maar deze matcha gaat, ik zie het gewoon, geweldig. Oh, die kleur. Het oog wil ook wat, maar het is gewoon echt zo dat matcha met die groener is, tot nu toe steeds lekkerder is. Ja, blijkbaar is het dus helemaal bij een webshop besteld. Zo cutie. Zie. Ik heb net gevraagd aan mijn volgers of iemand op jou wil passen en mensen willen het. Dan moet je niet stout weglopen. Ik wil het eigenlijk niet doen. Ja, het is toch natuurlijk een beetje, ja, ik weet niet. Maar nou, eigenlijk wilde ik het wel doen, maar haat iets van, ja, je gaat toch niet je volgers vragen. Maar ik heb het toch gedaan. Want eigenlijk, ja, voel ik me altijd juist heel erg verbonden. Dan vertrouw ik juist iedereen heel erg en zo. Dus ik vind het eigenlijk wel een fijn idee. Misschien hebben we Angelique, poesie. Waarom is jouw hoofd weer groen, net als matcha? Heb je weer bij de bank onder de, bij de buren gezeten? Ja, je bent stout. Gaat Angelique misschien op jou passen? Komt ze dan ook kennis maken? En ze vindt het niet erg om jouw kattenbak te doen. En de plantjes water te geven en met jou te knuffelen. Dik zeewezen. Ja, heb jij mazzel? Heb jij mazzel? Komt iemand elke dag even voor jou langs? Ja. Ik ga hem warmer maken. Eigenlijk is het echt lekker met kokosmelk. Goed. Oh, wow, veel melk. Fabulous matcha. Oh my god, dit gaat volgens mij heel lekker uit, zie. Oeh. Oh, hij is net niet helemaal vol, maar... Wauwie, jongens. How pretty. Kijk nou, mooi. Ah, ik wil hier foto's van maken. Oh my god, ik vind het zo mooi, die kleur groen. Ik heb nu ook op mijn nagels. Oké, zo'n beker is wel een beetje raar voor een warme matcha, moet ik zeggen. Want dit hoor je juist met een rietje te drinken. Maar het zag er wel mooi uit. De kleur is niet normaal mooi. De kleur op mijn nagels heet dus smooth avocado. Maar ik heb ook een kleur die heet matcha, die is iets donkerder. Maar deze matcha is zo mooi lichtgroen. Dat is echt uitzonderlijk mooi. Proef hem bijna niet. Er moet meer in, toch hoor. Maar hij is wel lekker, hij is dus echt totaal niet bitter. Oei, I love it. Ik proef heel veel melk, maar ik heb ook echt een mega portie gemaakt eigenlijk. Optie. Maar alleen al die kleur. Oké, ik heb hem sterker gemaakt.
De kleur is niet normaal mooi, maar volgens mij is hij gewoon heel mild van smaak. Ik weet ook niet hoe een echte goede matcha hoort te zijn, maar volgens mij hoort matcha ook bitter. Ja, deze is gewoon heel subtiel. Ik denk dat als je matcha niet lust en het wel wil drinken, is deze goed. Maar voor mij is hij net te licht van smaak. Nou, wat ik zeg, ik heb wel echt een groot glas. Ben ik weer. Hij is wel lekker. Ik denk als ik deze hoeveelheid doe met iets minder melk, want dit is ook echt eigenlijk meer dan 2 normale kopjes volgens mij. Als je al kijkt wat je bij barista krijgt. Dit is echt veel te veel wat ik heb gemaakt. Dus deze is goed. Dus een goede matcha. Trouwens, het aloe vera sap neem ik nu dus voor de 3e dag volgens mij. Maar ik moet er niet van naar de wc. Maar ja, misschien werkt het niet meteen. Maar ik heb sowieso echt heel moe, slechte stoelengang. Raar, hè? Geen idee. What's going on? Misschien drink ik eigenlijk gewoon te veel melk ook. Lactosevrij is het. Maar ik drink nu dan een matcha en een koffie op een dag. Als je hier naar kijkt, drink je echt veel melk. Het is natuurlijk ook calorieën, maar ook veel melk. Misschien is dat wel helemaal niet zo goed voor mijn lichaam. Nou, een soort van ontbijt. Nou, ik heb wel een beetje water nu nog. Maar dit heb ik echt lang niet voor mezelf gemaakt. Boezie haar. Lactosevrij magere kwark van Jumbo. Blauwbessen, frambozen. Pekannoot, walnoot, pitjes, aardbei. En een beetje My Protein Vanilla Drops. Als het goed is, zou dit best wel goed voedzaam moeten zijn, ook met die nootjes. Ja, ik eet eigenlijk... Ik wil weer een beetje dat... Wat meer mijn best doen voor het eten, zeg maar. Weet je wel? Die tijd dat ik echt die bols en zo maakte, voelde ik me daar wel heel goed bij. Dus het zou zomaar ook een reden kunnen zijn dat ik wat moer ben. Minder goed voor jezelf zorgen qua eten. Dus dit is top. Ik heb nog trek, dus ik eet ook dit. Niet met liefde bereid. En toen zat ik ineens vol, dus dit leg ik weer terug in de koelkast. Oh my god, mijn haar. Soms denk ik echt dat ik niet gemaakt ben voor thuis zitten en rust hebben of zo. Of het is juist een teken dat je juist, als je dus niks doet, moe bent. Waarschijnlijk is dat het. Maar zodra ik de deur uitga of bijles aan het geven ben, voel ik me helemaal top. Is er niks aan de hand. In ieder geval, ik vond het vorige week super chill met de auto te zijn. Maar ik dacht, het kan ook zijn dat ik moe ben omdat ik best wel weinig beweeg. Dus ik sport dan 3 keer per week, maar ik beweeg super weinig nu. En op vakantie, ik ging mijn kleren aandoen en niks zat lekker. Weet je, ik ben niet aangekomen, maar het zit gewoon niet lekker en dan in mijn lijf. Ik denk, ik beweeg wel en als ik ga fietsen al is het rond weer. Maar ik heb dus een jurk weer aan. Ik wist niet wat ik anders aan moest. Met het lelijke ding over voor als het s'avonds koud werd. Maar het is nu al super koud. Ik ga even bij mijn schoonouders eten. En dat is heel dichtbij mijn bijles. Maar mijn haar ook. Ik wil even mijn haar borsten. In ieder geval, de bijles was echt heel leuk. Geeft me ook heel veel energie. Het is alleen zo lastig om dus meer mensen aan te nemen. Want alle verzoeken die ik krijg zijn allemaal ver. Allemaal 20 minuten rijden. En dan kan ik er natuurlijk wel eentje aannemen. Maar dan ben je dus eigenlijk je hele middag kwijt aan 1 bijles van 1,5 uur. Dus dat is nog een beetje lastig. Ik heb nog geen verzoeken verder in Zoetermeer. Oh, mijn haar zit wel gewoon mooi. Nou, ik ga nu lekker bij mijn schoonouders eten. Ze hebben nieuwe haring als het goed is gehaald. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ha en ik zei dat we er allebei 2 wilden. Heerlijk. En nou... Ik ben buiten, ik geef bijles, ik ben aan het fietsen en ik heb helemaal geen last van moeheid. Dus ik weet niet wat het is, maar ik doe mijn camera weg, want het mag niet op de fiets. En goodbye. Kijk, mijn schoonvader heeft nieuwe haring gehaald. Oh ja. Nee, dat heb ik gedaan. Oh, mijn schoonmoeder heeft helemaal mooi nieuwe haring gehaald. Maar ik ben de baas. Ja, dat is waar. Want ze zijn sinds 23 juni, het is nu 29 juni. Ben benieuwd. Ja, kom op. Nummer 4. Ik ga hem op camera eten. Jullie zijn altijd zo ongemakkelijk stil als de camera aangaat. Ja, doe je best. Ik ben altijd... Sexy. Is die lekker? Ja, heel gaat hem heel lekker vinden. Want hij is een beetje zo... stevig en zoutig. Oh, dat moet toch ook met haar? Nog net iets te koud waarschijnlijk. Ja. Zou die halve, die laat ze even op kamer hebben? Nou, ik vind hem ook wel lekker, maar ik hou dus denk ik wel een beetje van oude haring ook. Ik vind hem heel lekker hoor. Ik vind hem gewoon een 9, maar ik vind het meer een 10 als hij iets zachter is juist. Maar dat is oud volgens jullie. Dan heeft hij langer in het vaatje gezeten. Heel erg, ging naast mijn mond. Ja, precies. Hier. Zie je wang helemaal. Godverdomme. Zoenen? Je moet ook opletten wat je doet. Oh, zo lekker. Gehad. Die at altijd haring met uitjes als die me van school kwam. Godverdomme. En dan wou die zoenen wel echt. Heel vies. Echt
vies. Dus ik ga tussen mijn tand. En zoende je dan met hem? Nee, natuurlijk niet. Hij heeft ook maar heel kort geduurd. Waar leggen jullie dit? Hieronder? Ja, gewoon in het zakje. Zo. Helemaal goed. De camera staat nog. Ook gelijk. Wat hadden wij toen? Ik fietste even op weg van mijn schoonouders naar huis langs Nicole. En we zijn even een cadeau aan het doen. It's top secret. Ja. Het is zo vaag. Het is wel echt te leuk. Ik belde Nicole en toen bedacht ik me, oh jeetje, mijn hoofd, dat ik gewoon langs haar fietste. Nou ja, ik moet wel die stoppen brug over dan. Nu vind ik zo irritant. Ja, maar ik heb een elektrische fiets. Maar moet je die altijd of kan je ook zo? Ik kan ook anders. Oh ja. Oeh. Ja, Nicole is even een cadeautje van me aan het inpakken. Nou, een cadeautje voor haar. Uit haar eigen keukenkastje. Sorry jongens, dit is heel vaag, maar ik kan het even niet zeggen. Het is wel echt gezellig. Heb je net je nagels laten doen? Oh, wil je even alsjeblieft vertellen aan de mensen wat je, dat je over, alsjeblieft over dat je je haar wel gaat doen en toen? Nou, ik ben nogal impulsief. Ik zie alleen een lok. Ja, maar ik kan ook echt niet rechtop kijken. Nat haar. Ik zie er niet uit. Ja, maar mijn ene kant is droog en mijn andere kant is nat. Kijk, hier door het raam zit ze ook hier de haar een soort van te drogen. Niet goed filmen. Proberen. Nicole, hoe zie ik echt gewoon mezelf? Zegt ze, ik moest naar bijles maandag. Zegt ze, ja, ik ga nu denk ik even een haarbehandeling van Olaplex doen, want mijn haar is droog. Nou, dat zou ik ook precies zeggen. Maar dan zeg ik ook, nee joh, je bent gek. Zou ik het zelf ook zo doen. Oh, je hebt het echt super mooi ingepakt met een waaier. Oh, heb je ook een mooi stickertje met Vaderdag of zo? Nee, toevallig niet. Oh, ik moet morgen niet de cadeautjes voor mijn vader vergeten. Vaderdag. Maar dan appt ze daarna. Ik heb niet de haarbehandeling gedaan, maar wel een steltang van 179 voor 129 gekocht of zo. Terwijl ik ook een steltang voor haar heb die ik nooit gebruik. Zeker van Chi of zo. Ik heb deze. Niet. Ik heb deze. Welk merk is dit? Chi. Deze heb ik in het roze. Kan je nog terugbrengen? Nee, want het is prima zo. Ik stel niet meer. Ik heb deze. Ja, hij is echt fantastisch. Meid. Nou, gelukkig maar. Kan jij kwijt. Niemand vindt het leuk als ik geheimzinnig doe, maar het moet even. Wat zou jij ervan vinden toen je mij niet kende en je zag dit stukje in de vlog? Zou je dan gewoon denken van, oh, nee, leuk raadseltje. Dan zou ik de volgende vlog weer kijken of je het misschien vertelt. Muziek, grappig. Hoe reageer jij nou nog wel eens? Ja, jij reageert nooit terug. Nee, ik krijg jouw reacties dus niet te zien. Nee, dus misschien zijn er meerdere mensen van wie ik uw reacties dus niet zie. Ik denk dat ik geblokt word. Ik heb jou denk ik geblokkeerd. Ik zeg, hoe komt ze weer? Ik heb nooit een comment van jou. Ja, ik reageer echt vaak. Wanneer nog? Ik ben ermee gestopt, want ik denk dat het heeft toch geen zin. Ik heb je wel. Wat raar. Ja. Dan denk ik, doe ik even lief. Dat is mijn konijn. Oh, ja. Oh, iemand wil poesie passen. Echt? Ja. Ja. Dit is Nicole haar hoesje. Haar brief, Ali, hè? Ja. Nou, dat was de vlog. Good morning. Ik ben... Het is zo grappig, maar als ik dus... zeg maar pas rond 12 slaap en rond 7:30 of eerder opsta, dan voel ik gewoon me weer juf. Zeg maar, hoe het in mijn lichaam voelt. Mijn buik is opgezet. Ik heb sowieso opgezet buik, dus ik, maar dan kan ik nog niet naar de wc. Ben ik moe. Het is heel raar, maar dat geeft gewoon memories. Maar ik ga dus nu naar mijn oude school om naar de groep 8 repetities dus te kijken. Volgens mij had ik het verteld, maar kan niet bij de nieuwe school zijn. En dit zijn dus de kinderen die ik mijn eerste twee groepen heb gehad. Dus vind ik heel leuk. Net als volgend jaar dan zijn er met derde en vierde groep zitten dan in groep 8. Wil ik ook heel graag kijken. Maar ik vind het wel spannend. Ik voel me een beetje een indringer. Vooral omdat ik ook tegen mijn oud-collega's bijvoorbeeld heb gezegd. Zou ik daarna nog even bij jullie komen? En ze antwoorden allemaal niet. Want ze waarschijnlijk allemaal heel druk zijn. En ja, ik ben toch daar weg. Maar goed. Ik ga wel gewoon. Dus ik hoop dat de kinderen het leuk vinden. En dat er wat te zien is. En anders heb ik pech. Dan ga ik lekker naar mijn ouders. Mijn moeder zei, kom je lekker bij mij in de klas ook even kijken. Dat wil zij graag. Dan ga ik even bij mijn moederschool kijken. Ik ga denk nog even daar naar de Max is. Daar ben ik echt al 2 jaar niet geweest. Dan lekker bij mijn ouders vandaag en logeren. Matcha. Ik ben al 2 uur wakker. Ik heb ook al koffie op, maar ik word niet wakker. Oh.
voelt zo raar om zo zeg maar, te zeiken over dat ik moe ben. Aangezien ik net op vakantie ben geweest. I know, het is ook echt volledig mijn eigen schuld. Want ik heb een heerlijk leven. Zo dom. Maar dat ik nu niet kan slapen, dat ligt niet aan mezelf. Ik weet echt niet waar dat er komt. Kan je niet zo dicht op mij rijden, auto? Dan ga ik dus ook expres heel langzaam rijden. Want dat vind ik heel irritant. Ja? Het stoplicht is gewoon rood. Dankjewel. Zo aso vind ik dat. Even normaal, joh. Oké, nog 1 minuut, dan ben ik er. Ik ben benieuwd. Ik weet dat vorig jaar dat ik mijn kinderen weer zag, dat ik dat ook gevlogd daarna, was ik zo blij. Maar vandaag ben ik dus sowieso een beetje moe. Jezus, ik zeg het elke dag. Maar heb ik dus ook niet zoveel verwachtingen ervan. Want dat was dus heel raar. De appjes waren niet echt beantwoord of zo. Dus wel bevestigd dat ik nu dus kon. Maar het was een beetje vaag. Dus dan heb ik er al geen verwachtingen van. Maar misschien wordt het heel leuk. Geen idee. We will see. Ik weet ook niet waar ik heen moet. Ik vind het best wel spannend. Moet ik ineens aanbellen? Voel me zo'n vreemdeling. Ja, ik ben toch al deze zomer 2 jaar weg. Super vaag. Nou, we gaan het zien. We will see. Kijk, naar de echte musical kijken is ook veel leuker dan zo random op een schooldag naar een repetitie. Maar ik ben op vakantie dus. En ik had het beloofd. En waarschijnlijk is elk kind het al lang vergeten. Maar ik vond het toch leuk om een belofte waar te maken. Plus ik vind het zelf ook gewoon super leuk. Oei. Nou, spannend. Oh my god, ik ben nog niet eens uit de auto gestapt en heel groep 7 en 8 schreeuwen mijn naam uit het raam. Dus dat is wel heel leuk. Het is heel raar om hier te zijn. Het is zo leuk. Ik moest echt bijna huilen bij een liedje. Oh my god, ik ben echt super lang gebleven. Het was zo leuk. Ze gingen me net allemaal uitzwaaien en zo doen. En je had toch een blauwe auto? Echt, ze wisten alles nog, jongens. Oh my god, het is zo leuk. Je krijgt echt een shot liefde voor een jaar. Gewoon. Oh, wat was het leuk, zeg. En ik heb ook al bijna al mijn collega's gezien. Oh, het was zo leuk. Ik ben zo blij. Het is ook zo raar dat ik al een soort van het spannend vind van tevoren. En ze vragen allemaal of ik snel weer kom. Maar ik zeg, ja, het is een beetje raar om zomaar de hele tijd langs te komen, weet je wel. Maar ik zei, ik kom sowieso ook bij jullie musical of musical repetities volgend jaar kijken. Want ik had dus groep 3, 4, 4, 5. Dus 3, 4 zijn nu 8. En 4, 5, dus het jaar daarna, zijn nu 7. Dus dat is gewoon heel leuk. Het was echt heel leuk. En dan, nou, in mijn ogen echt denk ik, ze zijn allemaal niet veranderd. Ze zijn nog allemaal hetzelfde hoe ze waren. Ik kan zo weer hun juf zijn. Gewoon ook meteen, hey, even normaal doen of zo. En de klik die je met kinderen had, het verdwijnt niet. Het is er gewoon direct weer. Ik kan er uren over praten. Het was zo geweldig. En ook nog even bij de kleuters geweest, bij Anneke, mijn collega. Het was echt, nou, het was super. Het was heel leuk. Het was fantastisch. Het maakt me heel blij. Wat een liefde, zeg. Wat een liefde. Ja. Oh, ik vind het wel heel leuk. En dan sta ik daar en denk ik, ik ben wel echt een geboren juf. Het is echt zo. Het gaat gewoon natuurlijk. Want die kleuterklassen kennen er geen eentje. En ze luisteren meteen naar je. Je weet meteen weer hoe het moet. Je verleert het echt niet. Je lesstof kan je verleren. De inhoud van de les. Maar verder. Ik zweer je verleert fietsen. Van de uitdrukking. Maar fietsen verleer je sneller dan juf zijn. 100%. Want dan moet je, weet je, als je even lang niet hebt gefietst, dan is het weer even van, hoe moet het ook weer? Als juf heb je dat niet. Je loopt die school binnen, bam. En dus ook bij kinderen die je niet kent. Het is gewoon direct, zit je er weer in. En dan denk ik echt van, ja, mis ik het? Ja, het is niet dat ik het per se mis. Het is wel als ik er ben dat ik denk, jeetje, wat vind ik dit toch eigenlijk leuk. Ik geniet ervan. Maar ik geniet van heel veel. Dat zei ik volgens mij vorige keer ook. Ik zou elke dag iets anders kunnen doen. Maar het invallen vind ik dan weer niet leuk. Waarom? Dan ben je juist lessen aan het geven, wat ik niet zo heel leuk vind. En dan leer je de kinderen niet kennen. Ik hou juist van die band met kids. Ik had ook met één meisje en een moeder, zag ik net ook. Dus daar liep ik nog heen. Had ik zo'n speciale goede band. Echt fantastisch. Dus ik zei ook van... Zij zei nog, ja, ik zag toevallig ook laatst, ik heb je nummer nog, dit en dat, foto's en herinneringen. Toen zei ik van, weet je, we hebben echt wel een speciale band. Zei ik gewoon 1 op 1. Je mag me gewoon een appje sturen hoor. Of als er iets is, app me maar, ja. Met sommige kinderen heb je zo'n connectie. Die gaat dan naar groep 8. En denk ik, we hadden zo'n connectie. En dan hoor je dat ze nog ergens mee struggelden. Iets waar we het aan het eind van groep 5 ook over hebben gehad samen. En dan denk je, ja, het is eigenlijk, juf ben je niet voor een jaar. Dat ben je eigenlijk voor altijd. Ik zou voor altijd het leuk vinden om te weten hoe het met ze gaat. Weet je wel, natuurlijk heb je met sommige kinderen meer dan met de ander. Maar nou ja, dit meisje zei ik ook, stuur me een appje. En tegen de rest zei ik, als jullie straks op de middelbare zitten, je hebt Instagram, volg me, stuur me een berichtje. Ja, ik zag die kinderen vaker dan mijn vrienden hoor. Met heel veel kids heb je zo'n connectie.
En als je juf bent, dan ga je dat meestal niet doen, nog contact houden. Maar ik zou het fantastisch vinden als ik ze nog eens, als ik hier zou wonen. En ze zitten straks in 2 HAVO en ik kom ze nog eens tegen. En je ziet hoe het met ze gaat. En ja, je was mijn lievelingsjuf. En de moeder ook weer. Je was echt een favoriete juf. En dat is, het geeft je zo'n positief gevoel en zoveel liefde. Nou, het maakt me onwijs blij. Super, super, super leuk. En nu ga ik dus nog even een uur naar mijn moederschool. Die vindt dat ook helemaal leuk. Nou, vind ik ook leuk. Dat is dan weer de directeur van een nieuwe school. Maar hij werkt ook op een andere school. En dat was vroeger mijn stageschool. Dus die directeur ken ik ook. En kinderen van deze school zijn naar die school gegaan. Dus die ken ik ook weer. En is deze brug dicht? Huh? Mama zegt, je kan de auto gewoon parkeren bij de school. Oh, ik ben eentje te ver. Oh, grappig. Nu ben ik bij ons huis. Ik ben iets te ver gereden. Ik ben benieuwd of papa mij... Oh my god, dat is het huis van papa. Mama, mooi is echt niet normaal. Wat is hun tuin mooi. Dat is echt bizar. Nou, het was geweldig. In ieder geval. Het was helemaal super. Ik zou er zo weer kunnen werken. Echt. Zo, het is al 4:30. Dit was ook leuk. Dit was heel leuk. Die kinderen... Het is zo grappig. Je bent daar dan. Die kinderen doen meteen alsof je een juf bent. Groep 3. Oh, wat leuk. Ik geniet hier wel echt van hoor. Ik ben met mijn moeder in de klas geweest en hebben we de kinderen naar gym gebracht. Toen tijdens de gym heb ik, hoe heet het? Nog even met de IB'er gekletst over van alles. En haar ken ik. Ik heb haar dochter als kleuter in mijn allereerste Leo stage gehad. Dus zij kent mij ook. Het is echt ons kent ons. Hele leuke gesprekken gevoerd. Daarna weer bij mijn moeder in de klas. Ook mijn moeder tussendoor nog wat tips gegeven net aan het einde. Want dat vond ze heel leuk. Mijn moeder is door mijn enthousiaste verhalen de... hoe noem je dat? Zij een stroom gaan doen. Dus zij vindt het ook leuk om van mij tips te krijgen. Vooral omdat ik natuurlijk mijn moeder super goed ken. Dus dan, ja, weet je ook, kan je daar dan ook veel beter tips geven. Dus dat was ook heel leuk. En denk weer, oh, dat lijkt me ook trouwens vet leuk om zo'n leerkrachtenondersteuner te zijn ofzo. Maar ja, jongens, alles lijkt me leuk. Ik krijg al zelfs een baan aangeboden. Mijn moeder zegt dan, ja, dan kom je gewoon elke week even bij ons logeren. Dan ga je hier 2 dagen werken, maar ja... Dan moet ook, je bouwt toch ook je leven in Zoetermeer op, weet je. Ik kan ook in Zoetermeer. Maar het verbaast me wel dat ik in Zoetermeer heb ik niet bijvoorbeeld nog een chill aanbod gehad van iets wat ik dus leuk vind op school, los van voor de klas staan. Ik had misschien wel gedacht dat er iemand bij zou zitten die zou zeggen, die keek en zou zeggen van, oh, wij hebben een, weet ik, een remedial teacher nodig of zo. Maar dat is niet gebeurd. Ik wil gewoon niet voor de klas, al vind ik het zo leuk en vind ik die kinderen zo leuk, ik wil niet voor de klas. Dus, nou... Voordat ik alweer veel te lang gekletst heb. Papa is nog aan het werk, mama is nog aan het werk. Ik was dus nu al bij hun huis, maar niet naar binnen gegaan. Dus ik ga nu even naar de Maxis. Daar ben ik al 2 jaar niet geweest. En ik moet iets eten, want ik heb 3 nootjes en 3 frambozen op. En koffie en matcha. Dus ik heb echt even voedsel nodig om 4:55. Maar het was heel leuk. Het is echt weer helemaal lekker om er even uit te zijn. Ik hou ervan. Lekker met mijn ouders. Oh, papa gaat pizza maken. Oh my god. Zo lekker. Zo grappig om hier weer te zijn. Ik zit trouwens heet mijn oog te knipperen, want als je moe bent, dan gaat het helemaal tranen. Maar hier zit natuurlijk een vis voor, dus ik ga lekker een haring halen. Oh, zoveel zin in. Al had ik er gisteren in, maar het was echt heerlijk. I arrived at my destination. Mijn spullen boven leggen. Ik zou serieus nu een tukje kunnen doen. Ik heb dat nooit. Mijn papa's vader dacht dus. Niet heel spannend hoor. Dan zegt hij van, oh nee, de kastjes zitten al zo vol. Maar ja, jammer voor je. Ik wist niks anders dan deze. Zo. Ah, kijk hoe schattig. Waar had jij nou laatst een filmpje dat ze allemaal achter elkaar... Ja, dat was bij Mark en Elisa. Ja, die hebben ook zo'n vlonder met zo'n... Ik zag er niet eens zo... Hi. Maar het was zo lekker. Ik wist dat jij ook nog wilde. Ik dacht, ik doe er anderhalf. Oh, zo lekker. Pas op dat hij niet in je decolleté valt. Hij is goed, valt. Hè? Ja, heel stevig. Hoor we nou ook een hapje? Tegen wie zeg je hoi? Nog 1 hapje of jij? Nee, nu is de rest van mij. Je hebt tegen wat hap gehad. Ik haal ze ook door elkaar. Ze gingen mijn look ook echt belachelijk maken hoe die een haring had. Zag er zo vies uit. Eeuw, dan heb je echt nog zo'n klein kontje over. Bij heel thuis, dan hebben we de haring. En dan gaat één iemand de haring pakken, dan wordt iedereen stil. En gaat iedereen dus kijken naar degene die haring eet. Super grappig. Daar hadden we het over. Ik kan niet zo snel kauwen. Oh. En
Nu ging zijn vader zich zo helemaal omdraaien. Wij zo, gadver, kijk die tong, eeuw. Dat is echt grappig. Hmm. Dit laatste stukje is nooit zo lekker met graad. Ik had beter een kleiner hapje kunnen nemen. Maar ja, hoezo nam je en dat ding in één? Deze dan ook nog weer de helft. Oh. En papa dressing met shallotjes en mosterd. Ik heb nog nooit van mijn leven een perzik gegrild. Zou jou eens grillen? Ja, raar dat jullie... In mijn hoofd zijn jullie nog allemaal steeds binnen pizza eten. 38. Ik wou geen TikTok maken van jouw pizza's. Oh. Dat is wel leuk dat ik dan zeg van vandaag ga ik niet supermarkt dingen proeven, maar papa's pizza. En dan, oh lekker, want het is heel lekker. Ik ben niet heel erg in de vibe, maar het is wel leuk. Ik loop een beetje scheef. Misschien ga je wel viraal, Daddy. Denken jullie dat papa viraal gaat? Het is sexy wel, hè, papa? Dan moet het eigenlijk zo stil zijn. Huh? Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Helemaal bruin met die. Kijk, ik vind het heel leuk om te kijken, hè? Ja. Mama, doe je goed je best? Ik heb een bakje. Ik heb een paar kaasjes, dat is heel leuk. Waar is het pakje parmezaanse kaas gebleven? Kijk, hoe waar is het pakje parmezaanse kaas gebleven? Nou ja, niet dubbel tongen. Kijk, hoe dat vind ik vies. Kijk, hoe dat is een beetje vies. Oh, dat shirt. Ik kan me herinneren. Is dit van Colorful Rebel? Ja, ja mij hoort het wel. Ja, het kan echt niet meer. Maar als pyjama mag het gewoon. Oh, jij was aan het vloggen. San parmezaan cheese. Wel een beetje vertellen wat je doet, hè, Robin? Hm? Wel een beetje vertellen. Gewoon mozzarella. Hey, kiekeboe. Deze TikTok is zie ik grappig nu al. Hè? Dat is echt een vet grappige TikTokkie. Ik vind het vet grappig. Nee, doe even lekker vloggen, Eli. Vlokken. Robin noemt het vlokken, hè? Robin? Robin. Wow! Had je dat shot op beeld? Ik wel. Mooi zeg. Kijk hoe ze te genieten helemaal. Ja, dit is geen Napolitaanse pizza, maar zo'n Romeinse pizza. Knapperige pizza. Dit is geen Napolitaanse, maar Romeinse. 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 Dus een knapperige pizza. In de oven. Gewoon in de thuisoven. Op de ijzeren plaat. Gewoon een normale oven, dus dan moet hij er echt 10 minuten op. Hè? Dan duurt het 10 minuten op. Ik ga nu gewoon weer nog eentje vastmaken. Oké. Voor. We gaan hier er meteen achteraan. Mijn camera komt eindelijk terug morgen of zo. Ja, 4 maanden. Weet je dat? Dat zag ik op je Instagram. Oh ja. En heb je dan een garantie gehad? Ja. Nou, ik heb ook echt een tekst geschreven waarin ik ze bijna geen mogelijkheid gaf om het niet onder de glas. Heel goed zo. Veel geleerd. Maar ik heb heel lang met je andere camera moeten doen. Deze? Dus nu krijg je nog betere beelden. Nou, vooral mijn pigmentvlekken lijken veel erger op deze dan in het echt. Nicole zei ook, het is helemaal niet zo erg. Nee, dat is waar. Soms leek het snor, soms zag je niks. Maar als je zo ziet, zie je echt niks. Nee, maar de zon schijnt ook niet. Nicole is wel een leuke meid, hè? Ja, gisteren ging ik ook even langs haar huis. Na mijn schoonouders was echt leuk. Zo. Wie wil met de meeste rode tomatensaus? Ik hou van rode tomatensaus. Ja, dat is top. Oké, ik ga het op TikTok. Oh, zo groot. Robin, zou je bordje ietsje naar voren kunnen halen? Dan kan ik jou het mooie stuk geven. Alsjeblieft. Ik drink... Oh, goed statief. Wodka. Ken je Kees nou ook in het land van? Het Langerland? Jongen, die net langs van Kees. Ken je die ook al in Kenia? Dat kwam me wel bekend voor. Dit is Caprese, hè? Margarita. Margarita hier. Romeinse. Hier Margarita. Deze. Tappig. Mm. Maar Caprese heeft nog wel echt zo'n beetje dat buffel mozzarella en dat tomaatjes. Dit is Margarita met basilicum. Zo heel veel lekkerder dan een restaurant. Ja. Echt veel lekkerder dan wat ik in Italië heb gegeten. Ja, nee, ik weet het. Zo lekker. Dat had ik al meteen gezien toen je het gepost had. Mm.
Maar we dachten gewoon hoe iedereen dat leuk vond. Niet normaal. Maar? Mensen zeggen, kan je elke maand op vakantie gaan in je eentje? Ja. Maar je wilt ook veel meer in je eentje. Want omdat je daar in Le Petit France 3 keer een koffie met havermelk ging drinken en alles niet staat. Smerig. Nou, ik heb op een gegeven moment mijn stories verwijderd, want het kwam heel verwend over. Maar ik heb het weggegooid, omdat het zo vies was 3 keer. Ja, maar 3,95 kost het. Ja. En dan liet je het gewoon staan, dan ging je naar het volgende liedje het weer staan, ging je naar het volgende liedje het weer staan. Zo vies. Lekker. Maar hij was wel zoet, die havermelk. Ja. Maar je was niet meer gewend, zei je. Nou ja, wel, want ik had in Nederland ook een havermelk en die was wel lekker. Oatly is beter dan Alpro, denk ik. Ik dacht flacon d'avoine, oké. Okay. Havermelk. Ja, ik vond, ik durfde niet echt Frans te praten, terwijl ik het gewoon kan. Ging je ook nog eens aan mij uitleggen dat het havermelk is, dus ik dat niet weet? Nee, maar ik dacht dat jij niet wist dat ik dacht wist dat... Ja, dat jij dacht dat ik niet wist dat avoine... Ja, oké, mama, kan jij het zelfs benieuwen? Het zout? Ja. Niet zout genoeg voor jou. Nee. Ik heb echt nog 5 seconden of zo om de volgende pizza te filmen. Huh? 5 seconden. Voor wat? Ik kan maar heel kort op TikTok. Oh. Mag je niet zo lang op TikTok? Je kan maar 3 minuten filmen. Maar je mag zoveel upload als je wil? Of mag ja. Je... Ah. Deze video kan ik dus niet meer langer. Lekker deeg op, hè? Ja, 3 dagen geleden, dus... Wat? Wow, het gaat helemaal vanzelf. Ja. Cool zeg. Ach, ja, maar dat zuurdeesje met vet. Nee. Oh, een beetje zout vind ik wel lekker. Is dat voor neus? Heb ik. Dus volgend weekend is het goed als ik op zaterdag in ga en op zondag met de kerk terug ben, toch? Misschien vind ik het wel leuk om weer pizza te maken, ze houdt ervan. Iedereen wil dat, papa pizza maken. Merci, madame. Je vous en prie. Ik vond het wel leuk dat als ik dan in Frankrijk ben, dat ik toch wel... Een beetje Frans. Nou, in de andere landen voel ik me echt een debiel gewoon. Ik begrijp er niks van. Ik ben zo stom. Dat het Italiaans, hè? Dat ik gewoon niet eens weet hoe ik moet zeggen, hoe gaat het of doe. Ik ben gewoon helemaal in de war. En dan voel ik me echt stom. Wij hebben dat ook, ja, want die buren kan niet eens praten. Ja, maar in Frankrijk kan ik het gewoon. En daar gingen wij altijd naartoe. Hebben die veel mensen hebben nog Rochelle nog iets tegen je gezegd? Alleen die vrouw die ging liften, daar hadden jullie helemaal niet op geantwoord. Nee, maar ja. Weet je wie ik bedoel? Nee. Ja, je kent haar. Mathilde? Ja. Nee. Heeft zij een Nederlandse opa of zo? Nee. Nee, niet Mathilde. Ze kende jou toen je het huis ging kopen, zei ze. Kende mij toen ik het huis ging kopen? Ze wist wie jij was. Heeft ze een Nederlandse opa? Ja. Is het blond? Nee. Grijs of bruin? Ze liefde de hele tijd en ze woont in Frankrijk met heel veel kinderen. 6 of 5? 6. 3-3. Ken er mij iemand met 3 of 6 kinderen die in Frankrijk wel beneden zit? Kiekeboel. Sorry, maar die ben... Ken er mij iemand die in Frankrijk woont met 6 die de hele tijd leeft? Grappige kiekeboel. Ja, maar dat heb je niet gezegd, toch? De blonde vrijfjes vinden al verschillend. Die de hele tijd lift. Zelfs dat je profiel is. Gewoon op Tinder of zo. Ik woon in Frankrijk, ik heb 6 kinderen en ik lift de hele tijd. Dat vind ik heel grappig. Oh. Ik stikte. En ik ben Robin en Eline, die vriend het huis kochten. Dus in 2016. Kiekeboel, dat is zo grappig, kiekeboel. Ze zei dat ze wel wist wie jij was toen je het huis ging kopen. En hoe heet het dan? Eline. Weet je dat zelfs? Volgens mij wel. Nou, de mensen weten weer van je dan je. Of ik zei dat ze. Ja, jullie zijn het laatste huis, dat weet iedereen. Nog jij. Wauw, oké. Okay. Ik vind snijden best leuk. Wow, je hebt nog nooit met zalm gedaan. 3 is nog niet te helpen. Zo? Ja, nu al te laat. Oh, ik heb al een trucje wat ik dan nu kan doen. 6. Ja. Eten wij steeds zo'n groot stuk? Ja. Na deze heb je sowieso een hele pizza op. 3 keer 1/3. Ja, wow. Maar ik eet liever zo'n dunne hele pizza op dan zo'n mega dikke. Mooi zeg met die zalm. Heel mooi. Heel luxe. Heel luxe. Kijk nou hoe mooi. Oh, ik vergeet. Moet ik op TikTok, YouTube en Instagram, hè? Ja. Dit is hoe ik leef. Kijk, Eline. Ik ben helemaal zo te roken.
Eline. Eline. Dat was net ervoor. Kiekeboe is zo groot. Mag Kiekeboe erbij? Zit in mijn sporen dan? Kiekeboe zit zo hard te lachen erbij. Dat is een slokje van mij als je nog tekort komt. Mag ook van mij hoor, als je tekort komt. Moet je geen pizza meer? Jawel, maar Kiekeboe wil heel graag met ons lachen. Kiekeboe, je bent zo mooi. Ze zit de hele tijd mee te lachen, die schat. Toen ik uitgeschrokken was erbij, we zijn samen de containers gehaald. We hebben met Lodewijk, Ade en Jan gesproken. We hebben met Ade daar gesproken. Ik vind het lekker tegenwoordig om een pizza dubbel te klappen, dat is nieuw. Kook. Maar dat deed ik nooit. Kook bij. Kiekeboe reageert op alles wat je doet. Lekker, heb je dat wel? Heb je die pas na de oven erop gedaan? Beter, anders is het niet lekker. Oh, papa, dit moet je een keer met sour cream nog eronder. Perfect. Nee, maar dat is wel heel lekker. Papa, dit moet je een keer met nog een klein beetje biefstuk erop. Ja. Dit is toch nieuw? Heb je nog nooit eerder gemaakt, hè? Ja. Nee, een pak zalm zit al. Ben je wel een kostenpak zalm? Zo. Bij de Flink flitsbezorger vragen ze voor 200 gram nu 8 euro. Zo duur op het moment zelf. Mensen vinden het heel leuk om eten in de vlog te zien. Ja. Waarom doe ik dat? Zullen we winactie doen dat iemand hier mag komen pizza eten als ze... Zorg dat ik 100.000 volgers heb. Dat toch nooit gebeuren. Ja, 100.000 mag wel. Ja. Oké, jongens. Rode basilicum in de tuin. Rode basilicum? Rode basilicum, pesto, verse pesto en kaas. Ik heb nog nooit rode basilicum. Ik dacht dat het die ene soort kool was. Nee. Deze groeit bij ons in de tuin. Ja, dat. Dat is een Belgische plant. Die groeit bij ons in de tuin. En die is echt sinds die bij ons in het midden. Sinds hij bij ons in de tuin staat, is hij zo groot geworden. Dat kan jij goed door drieën werken, soms in de groep drie. Nou, ze zijn niet helemaal gelijk hoor. Nee. Maar er zijn ook mensen die willen groter en kleiner sturen. Meer kaas, minder kaas. Goed warm deze. Waarom? Heb je deze beker in Duitsland gekocht? Ja, bij de Lidl. Huh? Maar naar munt. Thaise basilicum smaakt ook naar munt. Rode basilicum. Weet je nog je beker naar munt? Met basilicum. Lekker door een cocktail. Op het einde wordt hij een beetje bitterig. Als een badzout. Badzeep. Had je nog je beker uit Zwitserland meegenomen die daar in die laad staat? Niet gezien. Welke? Dat is een dopkuit. Paard of zo. Zonde. Een bak met schot. Ik moet nu, terwijl ik heel moe ben, van papa en mama met Teddy wandelen. Ja, grappig hè, Kiekeboe? Ja, dat is toch ook zo grappig? Ja. Kom maar. Ja, kom maar. Hi, Poesie. Oh my god, ze komt. Hi. Hi liefie. Dit soort katten zie ik nooit. Hallo. Dat is precies zo. Ze is toch wel lief? Ja, Lina is iets fluffier hoor. Ja. Maar wel echt een zus. Poesie. Ah. Oh. Ah, oh, papa. Je bent Poesie. Oh, ze heeft ook een minder zacht hoofdje. Ja, het is anders hoor, als je veel buiten bent. Even kijken. Ze zit naar die man te kijken. Het is een boutje ontdekt. Oh. Hi Teddy. Jeetje, wat een ADHD hond. Ja, heel erg. Kijk, niet normaal. Dit is net een kind in de klas. Ja. Dat staartje ook. Teddy, kom eens. Dit zie ik grappig net. Kijk hoe hoor. Hoera. Nee, niet naar huis. Kom hier. Die gaat die hond bij die zoon ophalen. Oh. En dan staat die poes. En dan loopt die poes hier ook nog schoon, maar het is echt voor. En er zit rond met strand op te ruimen. Het is echt gewoon een grote komedie hier. Ik hoef geen televisie te kijken. Een soort Tom en Jerry show hier. Nou, ik weet niet meer maar. Robin, Robin, het is echt strand. En jij toch. Wat is er? Ze lacht op met die hond. Ze gaan helemaal dol.
uitlaat. Ik had nooit een soda pas nu een hond uitlaat. Okay. Kom maar. Nou, veel succes. Kijk maar, lukt niet. Teddy, kom maar. 1, 2, ja. Kom maar. Kijk. Nou, dat gaat best goed. Deze hond. Hij wil gewoon spelen met iets. Hebben we niet een bal of zo? Ik heb een snoepzoeker gevonden. Wie kent dit? Het is een hele oude, dus hij valt helemaal uit elkaar. Ik zal ook een dagje thuis moeten editen en werken. Kunnen zij even met z'n tweeën iets doen? Dag! Dag! Doei! Doei! Ja, ja. We hebben niet gevlogd vandaag. Lekker koud vandaag. De vraag is, ga ik weer een haring halen? Ik rijd er een soort van langs, moet er een beetje om. Of ga ik geen haring halen, want hij was zo lekker. Hè? Huh? Nou, ga dan maar met je ogen loopt om 5 minuten te draaien. Is dit? Misschien ga ik wel even naar de wasstraat, wel lekker. Nou, ik wil eigenlijk dat bed uit elkaar halen vandaag. Dat is niet lekker als je dat na je vakantie moet doen. Liever voor. Kijk hoe je naar mijn wortel. Morgen heel goed. Ja? Ja, dat redden we niet in één dag hoor. Het is niet normaal veel werk. Nee, maar het is prima, komt nu niet. Plus het hele... Kijk wat een lange wortel. We moeten eerst die hele kamer, alles leeghalen, ja. Al die troep. Ja, heb je al verteld. Kijk wat een lange wortel. Nee, maar ik bedoel alle zooi. Ah, oh, ze is dik. Nee, ik zei je moet eerst zelf je hele bureau gaan leegmaken, dan pas gaan wij het doen. Maar ja, nu is ze er niet, dus... Nee. Mama heeft een ziek mooie auto gekocht. Fiat 500, blauw-groen. Echt niet normaal mooi. Ja, we willen dus de slaapkamer gaan wisselen, zodat mijn bonusdochter een grotere kamer heeft. Maar het is zoveel werk. Wel leuk dat ik oma's auto voortzet, toch? De kinderen in mijn klas riepen, oude klas, juf, nieuwe auto. Dat weten ze ook gewoon. Die blauwe was leuker, zeiden ze. Die was ook qua formaat handiger. De bergen, jongen, dat ik niet hoefde te schakelen, weet je hoe lekker? Dag, dag. Het zonnetje gaat schijnen. Ik vind het ding om dat stuur niet zo mooi. Doeg. Zo, ik heb wel prima geslapen bij mijn ouders gelukkig. Maar nog steeds ben ik moe. Zal ik als titel van deze week vlog doen? Ik zeg elke dag dat ik moe ben, dus kijk hem maar niet. Nee, het is wel een leuke vlog toch? Ik dacht aan het begin van de week van, oh nee. Ik weet niet of het wel een leuke vlog wordt, maar volgens mij wel. Ik heb net eigenlijk gewoon alleen nog maar een beetje gechilled bij mijn ouders. Lekker gedoucht. Ik wilde mijn koffer meenemen, maar dacht ik, ja, het slaat eigenlijk nergens op. Je tilt die koffer omhoog en dan de berg op en misschien kunnen we toch beter gewoon lekker een paar shoppertjes. Heel heeft een dakkoffer van een collega geregeld en dakbinders heeft hij besteld. Volgens mij net bezorgd, want het wordt echt krap met z'n drieën. Maar ik had vorige keer veel te veel mee, maar ik had toen ook allemaal lange broeken mee, want ik wist niet wat voor weer het zou worden. Dus, maar dat ga ik nu denk ik niet doen, dus... Doeg! Oké, ik heb besloten dat ik even naar de Amazing Oriental weg ga in Duitsland. Maar oh my god, ik heb heel veel dingen voor een TikTok. Ik moet het kopen. Deze wil ik ook, maar deze vind ik net te duur voor 5,40 euro. Want ik weet dat ik mochi niet heel lekker vind. Maar dit is een mochi met bubble tea flavor. Oh my god. Dus hebben ze ook een mix.
Ja, dit vind ik een beetje zonde, want ik heb wel heel veel matcha geproefd. Hoewel, dit lijkt me trouwens heel lekker matcha red bean, sesam, pinda. Maar ik vind mochi niet zo lekker, dus dan zit ik weer met al die mochi's. Maar oh my god, ze hebben echt veel meer dan vroeger. Kijk dit. Mijn hele mand zit al vol. Bizar. Sommige dingen zijn heel duur, maar sommige dingen zijn helemaal niet zo duur. Ik wil eerst deze matcha koekjes doen, maar ik heb nu andere. Maar het is echt fantastisch. Het is helemaal... Als je lang niet bent geweest, hebben ze echt heel veel nieuwe dingen. Oh my god. Ik ga ook niet langs elk pad lopen, want dan wil ik echt alles hebben, jongens. Dit is niet normaal. En het leukste vind ik dat je soms echt geen idee hebt wat het is. Dit is heel vies. Dat heb ik toen met Rebecca geproefd. Durian. Dat is echt smerig. Ik weet nog dat Bobby dat heel lekker vond. Maar kat. Ik heb deze ook gekocht. Maar dit gaat echt 50 euro zijn of zo. Ik wil misschien ook matcha halen, maar ik weet dat ze hier... Ik heb het wel eens gekocht. Dat is volgens mij met heel veel melk al erbij of zo. Geen pure. Oh, met suiker. Volgens mij is het allemaal geblend. Ook lekker hoor trouwens. Maar je moet in het toko altijd goed opletten, want sommige dingen zijn echt gruwelijk duur. En sommige dingen zijn helemaal niet duur. Maar ik wil echt alles hier hebben. Hier, dit is volgens mij ook allemaal heel lekker. Dit wil ik ook, maar kijk hoe duur dit is voor 1 augurk. Maar ik wil dat ook voor een TikTok. Je hebt dille, je hebt knoflook, zuur, normaal, hot mama, hot pickle. Wat is dan het verschil? Oh, dat is echt enorm. Hot en spicy pickle. Hot pickle. Wow. Oh my god, deze is nog dikker. Oh, deze is echt heel dik. Bizar dat ze hier zoveel geld voor. Wat is dit? Milk tea met red bean flavor. Peach flavor. Ik moet nog even bubble tea spullen ook zoeken. Daarvoor kwam ik ook hier. Matcha milk tea mix. Waar? Als je een kant-en-klare matcha hebt. Ik zie hem niet. Strawberry, sugar milk. Dit is allemaal mango pudding. No, ik zie geen matcha. Oh. Geweldig, oh my god. Oh, dit is mijn favoriet op aarde, hè? Matcha met rode boon. Nou, ijs. Ik moet nog best wel lang rijden en ik wil ook nog naar de Hanos. Oh. Ik heb er net een TikTok over opgenomen. Oh. Mijn hele auto ruikt naar die augurk. Dit is echt niet goed. Dit is echt heel vies. Maar op zich is het wel lekker. Maar ik weet niet of het ligt aan dat ik de hot variant heb gehaald. Dat die zo vies is. Maar deze is echt niet oké hoor. Maar ik ben benieuwd hoe de heel erg zuur is. Want deze is wel heel zuur. Maar ja, ik hou heel erg van augurk. En dit is extreem zuur. En ja, het smaakt gewoon alsof het er al zo lang in zit ook. De ingrediënten zijn echt... Geen troep staat er. Ja. Dag. Ik ben nog even bij de Hanos geweest om dat cocktailschuim te halen. Want ik dacht dus ik kan het niet meer halen. Want ik heb natuurlijk mijn pasjes van 35 ingeleverd. Maar ik heb voor mezelf bedrijf zeg maar ook ooit een Hanos-pas aangevraagd. Dus die heb ik nu opgehaald. Die lag er blijkbaar al sinds 2021. Dus ik heb dat schuim gehaald. En Monin suikervrij siroop, ik zal het thuis nog even laten zien. Maar trouwens, als je een restaurant hebt en je serveert matcha latte, ben je echt de bom als je deze... Oh, ben ik ze nu helemaal aan het mollen. Ze waren echt prachtig. Ik heb er één gemold. Deze wafeltjes, ik heb ze dus op TikTok net geproefd, ze zijn echt heel lekker. Maar als je die bij een matcha serveert, ben je echt de bom. En volgens mij blijven deze ook best wel lang knapperig. Mm. Ik heb bij mijn ouders een eierkoek gegeten en een beetje meloen en een koffie. En verder leef ik weer van TikTok vandaag. Het is al 4:15. En ik heb een paar lekkere Aziatische gyoza dingetjes gehaald. Dus ik weet niet of H plannen had voor het avondeten, maar ik denk het niet. Dus dan kunnen we dat lekker eten. Ik ben nu dus heel benieuwd naar die niet... pittige. Ik denk dat het daarom een beetje poepig is. Maar wel jammer dat het niet crunchy is. Ja. Oké, ik ben thuis. Dit ga ik allemaal even beneden leggen. Maar dit is nog wat ik verder had gekocht. Dit is dus ook bubble tea. Hier ben ik heel benieuwd naar. Oh ja, en deze.
Dit is dat schuim wat super lekker is, wat ik een keer had gezegd. Daar heb ik er twee van en deze, die ken ik niet. Van de Hanels dus. En twee keer suikervrije siroop. En mozzarella met truffel. En dan, dit moet ik echt snel in het vriezer leggen. Ik had een beetje gekeken welke geen soja had. En dit is met matcha en red bean. Deze. En deze. En nog dit. Ik ga het nu snel in de koelkast doen. Maar had ik het gezegd dat ik haring wil halen, wat ik uiteindelijk niet had gedaan. En dan kom ik thuis en heeft haar haring gehaald. Dus gelukkig had ik het niet ook gedaan, anders hadden we nu echt super veel haringen gehad. Maar als die tonijn altijd een beetje gekleurd. Maar dit is echt prachtig. Dit sausje trouwens ook zo weer in. Het eerste normale gezonde wat ik vandaag eet. Kijk, dit is een oven. Dit moet gekookt. En, oh, deze moet gestoomd. Maar er past er dus echt maar één. Het is een dubbele. In een mandje. Ik ben heel benieuwd. Taste test number one. Dit zijn dus die je moest koken. Ik neem er een chili sausje met mango bij. Want ik eet natuurlijk geen soja. Het is wel heel chill dat je ze kan koken en ze vallen echt niet uit elkaar. Dat gaan jullie laten zien. Dus met groente en garnaal. Lekker. Ik snap het ook zo goed dat mensen dit niet lekker vinden. Ik ben heel benieuwd of haat lust, want die houdt helemaal niet van die slijme dingen. Dit ziet eruit alsof het nog niet goed is. Het lijkt gewoon op broodje bakpauw. Ik weet niet welke dit is. Nee, mag ook wel een keer in de vlog. Mag hoor nu. Iedereen dat jij het niet wil, maar eigenlijk mag je van mij niet in de vlog. Jij ineens zo stiekem. Hallo jongens, hier ben ik dan. Het mag niet van haar, maar... Ja, is papa. Ja, echt bapauw. Huh? Bapauw? Dit is niet heel boeiend. Ik zou niet kunnen herleiden wat er voor smaak in zit. Een heel veel deeg. Er smaakt naar bijna niks. Naar kool. Als dit is wat ik heb gemist in Strasbourg ben ik blij. Maar ik denk het niet. Nee, deze zijn niet geweldig. Maar wij krijgen nog een soort. Het is gewoon prim. Maar smaakt in feite naar niet naar heel veel. Maar de substantie is gewoon wel lekker. Broodje bapauw. Vroeger had ik dat met mijn vader met curry. Oh, dat was lekker. Deze heeft echt 10 keer meer smaak. Maar ik denk dat H dit te slimy gaat vinden. Ha zei, eigenlijk komt het neer, dit eet je alleen maar als je echt ziek van honger hebt en alles lekker vindt. Dit is die met spinach. Oeh, is ook een beetje natte. Oké, ik ben benieuwd. Dit is lekker op een broodje met spinazie. Ik zei al, ik heb niet de lekkerste gekozen. Het lijkt wel verse spinazie. Dit is spinazie met knoflook. In een broodje. Wel grappig. Op zich. Ik hou wel van spinazie, maar dat is niet wat je verwacht van een bouwbun. Dit is, ik denk dat ik deze misschien nog wel lekkerder vind, maar het smaakt gewoon Nederlands. Maar volgens mij is het wel andere spinazie dan in Nederland. Kan dat? Deze zou ik niet per se aanraden. Nou, hij is dus wel oké, maar het is echt niet wat je wil bij een dumpling of een bun. Je verwacht echt zo'n Aziatisch dingetje. Dit is echt de grootste teleurstelling ever, want het is ook niet een krokant korstje. Het is een soort van droge boterham met groentesoep. Ook dat rundvlees smaakt naar de balletjes van groentesoep. Er zit groentebouillon in. Nee, dit is echt niet lekker. Wat is dit dan voor korst ook? Wortel doperwt. Het lijkt gewoon groentesoep. Ik snap het niet, maar deze is wel beter. Ik proef ook een beetje pinda of zo. Ja, deze is wel oké, maar ook hier zit bouillon. Het smaakt gewoon Nederlands. Tijd voor de laatste. Nou, we zijn niet heel enthousiast. Ik vind het iets beter dan hamer. Last one. Ik ga niet tegen jou zeggen wat het is. De onderkant is er een beetje afgevallen. Oh. Huh? Wil je het proeven? Best lekker. Maar ik ben een beetje klaar met al deze deegbollen. Maar deze is wel oké. Maar
Ja, ik zou het denk ik niet per se nog een keer kopen. Het slaat gewoon niet echt ergens op dit. Die slimy vind ik dan nog grappig, want ik hou van die structuur. Maar dit zijn een soort van ja, droge broodjes. En hier dan met de zoete vulling, het is een beetje random. Ha, denkt het duurt te lang, ik zet de tv aan. We gaan nu Black Mirror aflevering 4 kijken. Ik vind de vulling een beetje vettig. Je mist niks als je dit allemaal niet koopt. Ha vindt het smaak en er grond met boter. En hij kijkt heel vies. Hij vindt het echt heel vies. Oh, kijk deze kleur. Echt obsessed. Oh, zo grappig, want ik heb het pakketje zelf ingepakt. En daar is hij weer, mijn camera. Ik ben zo benieuwd. Het is gewoon mijn camera. Maar ik ben gewoon echt heel benieuwd of het nou zoveel beter is dan deze camera. Ik weet het echt niet meer. Ik had het in ieder geval heel goed ingepakt. Wel jammer, want ik wilde eigenlijk heel graag dat ze dit keer ook even dit gingen maken. Maar toen was hij al opgestuurd. Dus nu heb ik alsnog dit kapotte ding. Super irritant. En ze hebben hem dit keer niet gedraaid. Vorige keer hadden ze hem zo gedraaid. En ik heb hem ook zo opgestuurd. Maar oké. Okay. Dit kan ook niet goed zijn voor een camera dat dit altijd maar open zit. Dus ik plak het steeds dicht. Dus ik mailde van, kunnen jullie dit ook nog doen? Dus toen kreeg ik al een mailtje dat ze het al meteen hadden opgestuurd. Maar ik had een heel lap tekst erbij gezet. Met dat ik er niks aan kan doen en dat bla bla bla. Want vorige keer moest ik het zelf betalen. Uiteindelijk niet, omdat ik dus had uitgelegd dat het echt niet door mijzelf komt. Nu heb ik het gelukkig ook niet hoeven betalen. Dus nu gaan we dan verder met de andere camera weer. Nu weer met deze filmen. Ik ben benieuwd. Nou, ik ben blij dat ik hem weer terug heb. Ik zat even lekker in het zonnetje te chillen, maar Ha is al bezig met die dakdragers opzetten. Dus ik ben maar vast begonnen aan de, had ik het verteld, van de slaapkamerverhuizing. We gaan dus de slaapkamers omwisselen, dus het is nu echt een drama. Dit is nu hier de status. Ik ging dus steeds wachten tot we het samen konden doen. Maar Ha zegt ook, ja, die dakdragers en die dakkoffer halen, dat heeft natuurlijk prio. Maar dat heeft niet echt zin om dat samen te doen. Dus. Maar Ha is ook bezig met een inbus en het zou zomaar kunnen dat hij dezelfde maat nodig heeft als ik, zo te zien. Ik heb al 1000, ja, oh, 1000 IKEA inbussen, maar ik kon ze allemaal niet vinden. Nou, ik ben zo benieuwd hoeveel werk het is om dit bed uit elkaar te krijgen. Want ik was dus zo dom om te zeggen, ja, het past gewoon. Want hij past onder de deur door, dus dan past hij. Maar het staat natuurlijk helemaal nergens op. Want hij is te breed om door de deur te gaan. Dus we moeten hem uit elkaar halen, zodat we hem kunnen draaien. Maar ik dacht, het ging gewoon vast. Oh, hi. Maar ik heb nu dus geen goede inbus. We zitten een beetje de kamers aan het veranderen, Poesie. Ja, oh, nu zien jullie weer hoe mooi ze is. Ja, gek hè? Je snapt er niks van. Poesie denkt, hè? Wat is er met deze kamer gebeurd? Kijk maar. Kijk maar even. Yes, maar wat gaat er gebeuren als ik dit losdraai, vraag ik me af. De bedoeling is dat die lange poten loskomen van het bovenstuk, maar zonder die lange poot valt volgens mij dat hele deel uit elkaar. We denken steeds van het lukt wel, dan moet er uiteindelijk steeds weer een onderdeel af. Maar dit is het laatste gedeelte dat er nu doorheen moet. 10 voor 6. We hebben food besteld. Het ziet er ook echt lekker uit nu het nogal wat dicht zit. Krijg wel gratis. Ik dacht dat onion beja dat dat eieringen waren, maar het is dus dit. En het is nu al koud geworden, omdat we te lang wachten. Dit lijkt een beetje op wat we in Delft hadden. Als ik iets eet, doe ik het altijd in mijn vlog, want jullie vinden dat leuk. Mmm, lekker! Zelfde rode kleurstof, zie je dat? Ha? Ha. Ha. Mmm. Dit is ziek lekker. Wat ik net had, was echt heerlijk. Nu gaan we dit proeven. Dit is chicken tikka masala en chicken tikka, dus zonder saus en met saus. Dit is echt ons favoriete. En naan met garlic en raita en rijst. Tikka. Mmm. Mhm. Heel lekker. Je proeft gewoon stukjes kokos erin aan. Heerlijk. Mmm. Heel goed. Ook heel lekker. Super goed eten. Heerlijk. Nou lieve mensen, dan ga ik de weekvlog hierbij afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en extra veel dank aan iedereen die liked, maar vooral reageert. Want wat ik al eerder heb gezegd, dat helpt echt mijn kanaal. Dat zorgt ervoor dat ik weer 10.000 views haal. En blijf het alsjeblieft doen als je dat al deed, want niet alleen helpt het mijn kanaal, maar het is ook leuk voor mij. Want dan zie ik een beetje wie er kijkt en wat jullie ervan vinden. En de interactie vind ik heel leuk, dus bedankt.
En tot bij de volgende.